Goedemorgen, groep 3. We gaan weer lekker met z'n allen muziek maken. En om lekker te kunnen beginnen is het altijd belangrijk dat je lijf is opgewarmd, maar ook je stem. Dus wij gaan het liedje Het Slingeraapje doen, want je kan lekker je lijf opwarmen. En behalve dat er iets slingert, zie je dat ook mijn knieën, die buigen ook. Maar ook onze stem kunnen we opwarmen, want weet je nog dat we ook deden? Dus die kan je ook opwarmen. Dus kom lekker staan en doe maar met me mee. Het liedje Het Slingeraapje. Kijk, hier slingert hij heen en weer bij. Slinger, slingeraapje, slinger door het bos. En uiteindelijk, als hij omhoog gaat, zie je. En weer naar beneden. En misschien kunnen jullie zo in de lucht meetekenen terwijl ik echt op het bord ga tekenen. Dus dan zie je wat de bedoeling is. En jullie doen alsof je een pen vast hebt. En jullie gaan zo mee heen en weer slingeren. Of omhoog. Of weer naar beneden. Dus zit maar klaar met je vinger in de lucht. Want we gaan beginnen. Let op dat het ook echt op de hartslag van de muziek is. Hè? Dus heen, weer, heen, weer. En hoog en laag dat het ook klopt. Dus je volgt zo het liedje. Als het goed is, heb je nu allemaal van de juf een blaadje gekregen en heb je een kleurpotlood. Een kleurpotlood werkt denk ik het beste. Dan ga je dus zometeen met de muziek meetekenen. En dat gaan we elke keer weer opnieuw doen. Dus je doet eerst een aantal keren deze. Dat hoor je aan het liedje. Dan gaat hij omhoog. Gaat hij omlaag en dan begint het weer opnieuw, slingert hij weer heen en weer. Dat doen we een paar keer. Let op dat als het muziekje begint met de fluit, dat je nog niks doet. Maar pas als mijn stem begint te zingen, dan pas mag je meetekenen. Veel succes! Slinger, slinger, aapje, slinger door.
kijkt mijn vriend weer bij me. En ik ben toch altijd wel benieuwd of die niet zelfs te koud heeft. Dus ik ga het maar even weer eens aan hem vragen. In de kring doen bij het liedje van de ijsbeer. Dus zorg dat je allemaal in een kring staat, want we moeten zometeen, dus luister eerst maar even naar mijn verhaal, moeten we klap opzij, klap opzij. Dus de kring moet niet zo klein zijn dat je niet meer opzij kan, je moet wel klap opzij kunnen doen. Dus als het nodig is, zet dan even de video op pauze en als de kring klaar staat, dan gaan we weer verder. Nou, ik ga ervan uit dat er nu een mooie kring staat. En bij het eerste stukje doen we dus klap opzij. Klap opzij. Ijsbeer, ijsbeer, heb je het niet koud? En stop. Want dan gaat de ijsbeer op reis. Hè? Die zegt, nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op reis. Ijsbeer, ijsbeer, heb je het niet koud? En dan zie je gelijk eigenlijk de vorm, de volgorde van het liedje. Want het begint met iets. Dat noemen we in de muziek, noemen we dit het A-stukje. En dan komt er iets anders, iets nieuws. En dat heet dan niet A. Maar dit noemen we dan, wat denk je? B, heel goed. En dan komen we weer terug bij, wat was dit ook alweer? Weer A. Dus we hebben een A-B-A-volgorde. Dus we staan in die mooie kringen en we gaan het spelletje doen. Tussendoor op een reis. Maar hoeveel stappen zet de ijsbeer voor hij is waar hij moet zijn? Dus kunnen jullie eens meetellen hoe vaak zijn beentjes bewegen? Nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op reis. Laat dat nog één keer doen. En als je het weet, ga je daarna niet roepen, maar laat je het met je vingers zien. Tel maar mee. Nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op reis. Laat maar zien met je vingers zo vaak. 8 keren, 8 stappen. Kijk eens, het pootje van de ijsbeer. Zie je dat het pootje een rondje is? En weet je nog dat hij 8 stappen zette? Dus ik ga nu even 8 pootafdrukken tekenen. Kijk maar eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zoals je ziet moet je ze niet te groot maken, want dan passen ze niet op je blaadje. Ik zou graag willen dat jullie nu op een leeg blaadje, of als je die niet hebt, kan het ook de achterkant zijn van het slingeraapjeblad, dat je even 8 pootafdrukken tekent van de ijsbeer. Ik ga nu de woordjes van het liedje meetikken met zijn pootafdrukken. Dat hoeven jullie niet te doen. Maar mijn vraag aan jullie is, welke pootjes krijgen maar 1 tikje?
Dus kijk en luister goed. Je hoeft niet mee te doen, maar welke pootjes hebben maar één tikje? Nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op ijs. Ik doe het nog een keer. Welke pootjes hebben maar één tik? Nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op ijs. Volgens mij hebben jullie het al gehoord, hè? De laatste had er maar één. En de vierde had er maar één. Kunnen jullie in jullie pootafdrukjes daar een 1? Het is eigenlijk niet het cijfer 1, maar gewoon één streepje. Dat je weet, er was één tik. Mogen jullie erin tekenen? Ik heb een nieuwe vraag aan jullie. Want hoeveel tikjes krijgen de andere pootafdrukken per pootje? Dus niet in totaal, maar per pootje. Hoe vaak tik ik dan? Luister eens goed. Nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op ijs. Hebben jullie gehoord dat elk pootje 2 tikjes krijgt? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nou, dus ik ga in alle andere pootjes even 2 streepjes tekenen. Want dan hoor ik 2 stipjes. Geluidjes. Oké, gaan jullie dat ook even doen? En als laatste wil ik graag dat waar 2 streepjes staan, dat we ze even aan elkaar vastmaken. Dan kunnen we zien, die horen bij elkaar. Die niet, hè? Die is alleen. Die horen bij elkaar, die en die. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Schrijf maar in de pootjes de streepjes. Je mag het even op je eigen blaadje gaan doen. Als het goed is, ziet jullie blaadje er nu dus zo uit. Met 8 pootafdrukjes. In de pootafdrukje staat hoeveel tikjes er waren, 1 of 2. En als er 2 tikjes waren, dan horen ze bij elkaar. We gaan nu nog 1 keer het liedje zingen van de ijsbeer. Maar als we zijn bij het stukje van nee, geef mij maar bergen ijs. Ik ga in de sneeuw op reis. Dan ga je met je eigen pootjes en streepjes meewijzen. Dan zal ik stiekem eens wat verklappen. Wat we nu hebben opgeschreven, zijn gewoon echte muzieknoten. Het ritme van dat liedje hebben we opgeschreven. Dus je wijst eigenlijk met de noten van het B-stukje mee. Daar komt ie. Geschreven en getekend vandaag. Hè? Eerst al met het slingeraapje, die heen en weer ging. En omhoog en naar beneden. En toen ook nog de pootafdrukjes, de hartslagen eigenlijk van de ijsbeer, met echte muzieknoten erin. Dus super veel gedaan. Ik ben trots op jullie. Tot ziens, tot ziens, tot de volgende keer.